Ja, voor de meeste mensen is een potje gewoon schaken al best lastig. Laat staan op verschillende borden tegelijk. En dan ook nog geblinddoekt. Blind simultaan schaken is een vak apart, waarin de in Oezbekistan geboren Timur Gareyev volgende maand zo ongeveer het allermoeilijkste, het onmogelijkste gaat doen. Hij neemt het in Las Vegas op tegen 47 schakers. This is amazing. Just trying to understand the brain power that will go into the world record attempt will kind of make your head hurt. The self-proclaimed king. C7 to C5. Calls out moves on a board he sees in his mind. So imagine the excitement that comes at the end of the year when the 28-year-old native of Uzbekistan attempts to play 50 games simultaneously blindfolded. Let me do the math. That means keeping track of 1,600 chess pieces at once in your noggin. Ja, kada. Tienduizenden zetten uit het hoofd. Gekke werk, maar zeer interessant voor de wetenschap. Hoe is het mogelijk dat het menselijk brein zo'n onvoorstelbare hoeveelheid informatie kan verwerken? We gaan erover praten met professor Erik Scherder en schaakmeester Hans Beum. Hans, even, wat is de status van deze Timur Gareyev? Nou ja, 28 jaar. Hij is geboren in Tashkent. Zijn ouders waren Tartaren. Toen is hij op een bepaald moment naar Amerika geëmigreerd. Hij heeft nog een studie gevolgd en afgemaakt. Iets als business development of zo, maar gewoon wel afgemaakt. Hij is grootmeester geworden. Hij is, in 2012 was hij nog derde in het Amerikaans kampioenschap. Dus het is een grootmeester. Ja. Het is een goede speler. Maar hij staat ongeveer op de plaats 200 op de wereldranglijst. Niet slecht, maar zijn echte discipline, zijn echte uitzondering, zijn uitzonderlijk talent, dat is dat blindschaak. Ja, en van de 47 partijen moet hij er een groot percentage gaan winnen. 80% meestal. Precies, en dat zijn ook tegen niet geringe schakers. Hè? Ja, maar dat is niet echt de prestatie. Je hoeft niet hele goede partijen te spelen. Het gaat juist om wat al gezegd werd. Dat je al die partijen en al die zetten en al die varianten eigenlijk. Want het zijn niet alleen de partijen zelf. Je moet natuurlijk per zet heb je 4, 5 mogelijkheden. En die 5 mogelijkheden hebben ook weer 4, 5 varianten. Dus als je dat allemaal gaat doorrekenen, dan kom je aan heel veel zetten. We gaan een klein stukje kijken van Carlsen, Magnus Carlsen, de beste schaker ter wereld. Die schaakt tegen 5 mensen, dus daar is nog maar een fractie van. Maar je ziet hoe het eruit ziet, met zijn rug naar de borden en gewoon zeggen dat wordt dat. Je weet eigenlijk niet wat je ziet. Ja. Board 4, knight c3. Board 5, bishop c5. Board 5, knight c3. Board 1, castles. Bishop b7. Okay. Board 4, knight takes b6. King b7. C8, mate. Het is wel een volgorde, hè? Het is altijd zo dat je bord 1, 2, 3, 4, 5. Je bord 1, 2, 3, 4, 5. Je hebt een volgorde. Nee, dat begrijp ik. De kunst is om een hoek te hebben. Om iets te hebben waar je je aan vast kan klampen in je gedachtes. Dat is eigenlijk. Jij hebt het zelf wel eens gedaan? Ja. Blind? Maar, ja. Hoeveel borden? Nou, maximaal 4, 5. Nou ja, maar dat is helemaal niks, hoor, natuurlijk, ten opzichte. Maar kijk, normaal speel je als schaker altijd blind. Ik speel vaak in een café, zit ik aan de bar en speel ik blind met de mensen. Die zitten aan de stamtafel en dan zit je gewoon te praten. En je drinkt een biertje en je roept paard 3, een paard 5. En dat kan gewoon. Ja, maar dan heb je wel een halve blik op dat bord. Nee, kijk niet. Ja. En die blinddoeken die zijn er alleen maar voor de, ja, voor de show. Voor de bühne. Ja. Want je kan net zo goed met je rug er naartoe gaan zitten. Dat gaat niet. Hans, na zo'n sessie, een serieuze sessie, ik heb niet over het café, gewoon zo'n serieuze Carlsen-sessie. Heb je dan hoofdpijn? Slaap je een weekje niet? Wat zijn de gevolgen van deze inspanning in je hoofd? Ja, daar hadden we het er net ook al even over in het vorige gesprek. Ik kom met de professor, maar ik zeker. Nou, je krijgt er hoofdpijn van, ja. En ik heb ook wel eens een record gedaan. En dan kun je een maandje of 2, 3, kun je niet goed een artikel lezen. Dan moet je elke keer opnieuw beginnen. Dat je denkt van, waar ging het ook alweer over? Maandje of 2, 3? Oh, echt waar? Ja, je bent behoorlijk van je stuk. Eigenlijk, je gaat dan naar de grenzen van concentratie en de grenzen van, tenminste bij recordpogingen dan. Ik heb het niet over een partijtje. Nee. En ook niet 5 partijtjes. In Rusland is verboden. In 1930 dachten ze, je wordt gek van. We doen het niet meer. Dat leidt tot krankzinnigheid. Ja, je vraagt je af waar ze zich mee bemoeien, maar oké. Heeft het geleid tot krankzinnigheid bij sommigen? Zijn er mensen die doorgeslagen zijn? Nou, veel schakers zijn doorgeslagen. Dat is dus een beetje, ja. Ze leven allemaal een beetje op het randje. Ja, dat is ook wel handig. Autistisch is wel handig dat je een beetje weinig bemoeid met de rest van de gemeenschap. En geen niet naar familiefeestjes en verjaardagen. Dat is allemaal ballast. Dus het is wel makkelijk als je dat weg kan zetten. Geldt ook trouwens voor schilders en voor kunstenaars.
Erik Scherder, de wetenschappers zijn ook om deze speler heen. Ze willen zien wat er met hem gebeurt. Maar ik geloof, voortdurend worden de scans genomen om te kijken hoe die hersenen zich gedragen tijdens in de aanloop naar en tijdens die sessie. Wat gebeurt er? Kan je er iets over vertellen? Ja, zeker, tuurlijk. Het is fantastisch natuurlijk dat als Hans schaakt, dan neemt hij die borden in zijn totaliteit in zich op eigenlijk. Hè. Dus er is sprake van een chunk. En een chunk is een heel schaakbord. Al die posities in één keer. Als ik ga schaken, heb ik één code nodig voor één stuk. Hans heeft één code nodig voor zijn heel bord. Dus hij kan veel meer opslaan. Misschien hebben we een plaatje over een van met de brein erbij. Is dat leuk? Ja? Dan kan ik even laten zien. U wil gaan staan, hè? Nou, ik zou het gewoon doen. Ik kan wel niet staan, maar dan ga ik de borst door je voorhoofd. Nee. Ik zou gewoon gaan staan. Ik ga toch even staan. Maar voor jouw veiligheid dat ik dat doe, hè? Dat het even helder is. Maar goed, dit is bijvoorbeeld die frontale lob, waar we het vaker over hebben. Maar die is heel belangrijk voor het encoderen van informatie. Dus een code brengen aan de informatie. Die sla je met die code sla je de informatie op. Dus Hans kan dat gewoon met borden tegelijk. Ik per stuk. Dat is echt typisch ook voor die schakers. Die kunnen dat echt schitterend opslaan. En dat doen ze dan in samenwerking met dit gedeelte. De parietale lob. Mm-hmm. En die lob is waanzinnig belangrijk voor ruimtelijke informatieverwerking. Nou, als er iets ruimtelijks is, is het wel een schaakbord. Want al die stukken hebben een ruimtelijke relatie met elkaar. Mm. Dus die twee, die samenwerking tussen die twee, dat is overigens bij, zeg maar, bij kinderen is dit nog volop in ontwikkeling. Dat is ook ons werkgeheugen, zoals we hier zitten. Mm. Bij Hans is het waanzinnig veel meer ontwikkeld. Maar het is natuurlijk ook heel leuk dat dit bij kinderen ontwikkeling is. Schaken zou dus ook voor kinderen top zijn om dat circuit te verbeteren. Maar kijk nou eens bij die schakers. We hebben een volgende plaat. Hebben we daarvan? Kijk. Als je nou dat, nu zit alleen die neus aan deze kant, dus je moet even terugdraaien. En dan zie je dus dat die frontale lob en die parietale lob, die zijn verbonden door dit systeem. Mm-hmm. Je ziet dat dit dus echt bij een topschaker gedaan. En wat je ook ziet, dat is echt heel spannend, is dat dit gebied echt uitspringt. En dit gebied, dat is een gebied waarin heel veel zintuigelijke informatie bij elkaar komt. Wij hebben dat gebied ook, uiteraard, maar veel kleiner. Ja. En wat komt daar nou bij elkaar? Daar komt bij elkaar ruimtelijke informatie, visuele informatie, heel veel zintuigelijke informatie. En wat stelt dat, wat kan die schaker daarmee? Die kan daarmee het gestalt, dat is eigenlijk een Duits woord voor, het totaal overzien. Dus als ik even samenvat, hij encodeert met één code heel veel informatie. Die informatie die kan hij ook nog eens een keer totaliteit daarvan overzien door dat gestalt wat hij erin legt. Echt waanzinnig. Ik heb nog één plaatje om te zien. Ja? Ook een topschaker. Kijk, dit is zo'n brein van zijn topschaker. En dan zit je dus weer aan deze kant. Dat hebben wij niet. Nee, dit... nee. Nee, nou. Nee, maar dus... Nee, dat heb je niet. Nee. Nee, dat weet je. Dat weet u niet wat hij heeft. Maar we weten wel dat dit het typische brein is van een topschaker. En dan zie je dus dat die twee gebieden er echt uitspringen. Hè? Frontaal voor het coderen. Parietaal voor die geweldige ruimtelijke informatiewerking en ook een totaalplaatje. En dat hebben ze ook van deze schaker al bekeken in een scan. Hij kijkt ook heel veel met dit gedeelte. Dit is een visuele schors. Dus waar hij mee kijkt, met andere woorden. Hij beeldt ook in. Dus hij maakt zich een voorstelling. Uh-huh. Nou, dat wil ik ook aan Hans wel eens vragen. Als dat oké is. Of hoe zit dat? Het spreekt je aan, Hans, dit denk ik, hè? Ja, zeker. Maar het is onvoorstelbaar wat hij gaat doen. Uh-huh. Dat is, als je kijkt naar de geschiedenis van die wereldrecordpogingen, dan gaat hij iets doen. Wat, kijk, het begon allemaal. Als ik zag een heel mooi plaatje uit 1780, was een schilderij. Ja. En toen speelde Philidor, kijk, die heb je hem. Die speelde als een van de grondleggers van de schaaksport. Die speelde in Londen tegen twee borden blind. Er kwamen heel veel mensen op af en het was sensatie. Twee borden. Ja. Ja. En kun je nagaan waar we nu zitten. In 1933 deed Aljechin, een van de oude wereldkampioenen, die speelde blind simultaan aan 32 borden. Mm. Zat er met zijn rug naartoe. Daar hebben we wel een foto van. In die tijd hadden ze al een fotograaf. Ja, ik zie het, ja. En dan, dan zie je hoe die daar zit en hoeveel borden dat wel niet zijn. En eigenlijk het officiële wereldrecord. Kijk, dit is al Jeff. Ja. En het officiële wereldrecord is van Koltanowski. En eigenlijk die 37. Die speelde tegen 34 borden. Dat is hij. En dat is eigenlijk de enige die... dit is allemaal officieel. De partijen zijn genoteerd. De partijen zijn bekend. Ja. En dit is allemaal helemaal officieel. Dus eigenlijk het...
het bestaande wereldrecord is 34. Waarom hij er nou ineens 50 gaat? Maar Hans, mag ik even het plaatje terug van die man die daar langs die voorraad. Dat is toch Goltanowski. Bijna niet te bevatten dat als je daar op bord links begint, dat je op een gegeven moment na anderhalf uur spelen en we zijn 33 zetten verder in het spel, dat je van al die borden nog de stelling weet. Maar zou hij visualiseren wat u zegt? Want ik heb net een vraag gesteld. Ja, dat snap je. Hoe hij daar terugkomt. Nou, ik wil de vraag interessanter maken. Dus ik wil de vraag gewoon interessanter maken. Ja. Hij is goed in zijn begin, maar ik maak hem interessant. Zou het kunnen zijn dat hij visualiseert, dus dat hij wat je met geheugen doet, dat je bijvoorbeeld een huis voorstelt waarbij je in van kamer naar kamer gaat. In die kamer komt hij binnen, ziet hij dat bord, dan is hij in zijn hoofd in het volgende en daarmee komt de herinnering van het bord. Ja, nou precies. Je moet een... Hey. Je moet een... Wat ik al zei, je moet een hoek hebben dat je weet welk bord je hebt. Kijk, als je simultaan speelt gewoon ziende, hè? Dan speel je tegen 30 man op een vereniging of zo, die jubileert. Ja. En dan komen ze na afloop, komen ze wel eens naar je toe met de bord. Ze zeggen, nou, had ik nou niet een kans op remise of wat dan ook. Dan vraag je aan die mensen, maar welk bord had u? Dan zeggen ze, ja, ik zat in die hoek. Zeg, was u dat paardeins van? Nee, ik was loper. Aha, nu dat ik weet welk bord, nu weet ik de hele partij weer. Nu kan ik terug en kan ik de hele partij naspelen. Dan kan ik zeggen, nee, u hebt daar en daar een fout gemaakt. Dus het is niet, wat men denkt, een fotografisch geheugen. Dat heeft er niks mee te maken. Nee. Je hebt mensen die kunnen dat ook. Dat is een hele andere discipline. Die kunnen hier, als je een tafel vol zit, en naderhand reproduceren op een andere tafel. Dat is het dus niet. Dus je moet... Ja, je moet die partijen... Als je maar weet welke partij het is, dan is... Maar dat is de kunst. Ja. Dank jullie wel, heren. Is er een moraal van dit verhaal? Nee, hè? Geloof, waag je er niet aan, begin er niet aan, doe het niet thuis. Nou, ik zou het niet... Nou, ik vind het moraal, Hans, waar we samen voor strijden, is dat ook juist jeugd niet schaken ziet als iets wat een beetje saai zou zijn of voor een aantal nerds is weggelegd. Maar dat het gewoon iets is wat een groot goed is voor ons allemaal. Dat was het moraal. Ja, daar kunnen we ervan maken. Ja, dat is een mooie. Ik dank jullie wel.